Ja, ik had volgens mij ook nog een vraag uitstaan van hoe de minister-president en de minister van VWS terugkijken op die tweedeling en die onrust die in die samenleving is ontstaan. En nu ook in het licht van het OVV-rapport. En wat onze rol, wat de rol van de Kamer, maar ook van het kabinet daarin is geweest. Ik heb in mijn inbreng ook een voorbeeld genoemd dat eigenlijk al vrij vroeg werden mensen die gewoon kritisch waren, vragen hadden, zorgen hadden, niet goed wisten wat, bijvoorbeeld over een vaccinatie, wat dit deed met hun gezondheid. Die werden al vrij snel een soort wappies genoemd. Hè. Ik wil niet zeggen dat de minister-president dat woord letterlijk in zijn mond heeft genomen. Maar die sfeer is wel ontstaan, waardoor je hebt gezien dat mensen, gewone mensen met gewone vragen en gewone zorgen zich niet meer gehoord voelden. En zich eigenlijk langzaam maar zeker een soort van hebben teruggetrokken en in eigen groepen actief zijn geworden. En dat zie je op sociale media, in Telegram groepen en in Facebook groepen. En die zijn allemaal heel vatbaar voor allerlei complottheorieën. En dat zijn geen wappies in de zin dat je denkt van nou ja, die mensen die sporen niet of zo. Maar dat zijn hele gewone mensen. En nou ja, dat was wel een beetje mijn vraag. Van wat, is, wat vindt de minister-president ervan? Die vraag ik straks ook graag door de heer Kuipers beantwoord zien. Ja. Hoe kijkt u daarop terug, of de minister-president? Oké, vier groepen. Laat ik proberen. Geef me één minuut. Een grote groep in de samenleving is bereid. Hoewel ze denken dat het kabinet moet morgen weg, maar er is een crisis. Oké, die lui laten zich goed adviseren. Die zijn bereid mee te gaan. Dat is een grootste groep in de samenleving. Dan zijn er volgens mij daarnaast drie groeperingen die je scherp in de gaten moet houden. Dat je daar respect van mee omgaat. De eerste is, wat ik noemde, mensen die gewoon inhoudelijk onderbouwd kritiek hebben op beleid. Dat je die niet wegzet als u stoort ons in ons werk. Het Red Team, Maurice de Hond, et cetera. Die hebben gewoon inhoudelijk kritiek. Dat moet kunnen. Dat word je allemaal wijzer van. Wel of niet aerosolen, wel of niet. Hè. PVV, met het belangrijke punt wat we later ook hebben overgenomen van het ventileren, et cetera. Cruciaal, dat door die discussie verbeter je het beleid. Dan blijven er nog twee groepen over. En er zal altijd een groep zijn dat hoe goed je ook communiceert, die in zo'n heftige crisis, die zo'n impact heeft op persoonlijk leven van mensen. Ik zou niet weten hoe je 100% kunt voorkomen dat er mensen zullen zijn die zeggen dat komt door Klaus Schwab of door het World, of door, weet ik veel, door de Bilderberg-conferentie. Dit is allemaal over ons afgeroepen door de wereldregering. Dat is niet te vermijden helemaal. Ik denk de zoektocht is hoe je de groep die daartussen zit, hoe je die bij je houdt. Die op een gegeven moment helemaal niet mee wil met die conspiracies, maar wel het gevoel heeft dat het ze wordt opgedrongen, terwijl ze hele grote aarzeling en twijfel hebben. En dan is volgens mij toch de beste manier om twee dingen te doen. Dat je constant communiceert in de dilemma's, maar wel vervolgens wel blijft zeggen, ik vind dat we nou dit moeten doen. Want als je dat dan niet zegt, ja, dan zou ik mevrouw Van der Plas hier treffen, die zegt, wees eens een leider. Je moet ook zeggen wat je wil. En daar zou ze dan ook gelijk in hebben. Maar eerste dilemma's, het is niet makkelijk. Maar uiteindelijk kiezen we, nou, de avondklok zo'n voorbeeld. De een zegt niet doen, de ander zegt wel doen. Wij hebben toen gezegd, we doen hem. Maar natuurlijk wel laten zien, dat is natuurlijk, heeft enorme effecten, et cetera. Dus dat is één. En ten tweede, bijvoorbeeld met vaccinaties en andere, legt feiten op tafel. Zeg, joh, dit is wat wij weten, internationaal onderzoek, et cetera. We denken dat dit slim is, ik doe het zelf ook. Maar daar stoppen. En je ziet overigens in Nederland dat we een hele hoge vaccinatiegraad hebben gehaald. Mevrouw Van der Plas. Ja, de minister-president die noemt terecht de eerste twee groepen, waaronder dan zeg maar de tweede groep, de wat kritischere groep. De minister-president noemt ook de naam van Maurice de Hond daarbij. Zo heb je veel critici in de samenleving. Maar juist ook deze critici, die zijn en worden nog steeds in een wappiehoek neergezet. En nogmaals, ik zeg niet dat de minister dit doet of dat de minister-president dit doet. Maar ik voel wel een verantwoordelijkheid, ook voor ons als Kamer, om dat ook te nuanceren. En die verantwoordelijkheid die zoek ik ook wel een beetje bij het kabinet, bijvoorbeeld bij een persconferentie, een wekelijkse persconferentie, als dat aan de orde komt. Echt gedaan. Ja, ik kijk even naar de toekomst. Hè. Dus ook even naar de toekomst, dat we dit hebben gezien en zien gebeuren, waardoor er echt wel een grote groep mensen is die gewoon echt niks meer durft te zeggen. Want die zijn dus bang, ook op het werk bijvoorbeeld, als een wappie te worden gezien. En ik vind het onze taak, en dat is dus voor de toekomst, en dat is dus mijn vraag aan de minister-president, om dat beter mee te nemen, mocht er weer zo'n pandemie komen of een ander soort pandemie of iets ernstigs, een ernstige crisis,
om dat wel echt goed mee te nemen. Want zo hou je wel helder punt. Het groot deel van de bevolking aangehaakt. En mijn vraag is dus om dat actiever te doen bij een volgende crisis of een pandemie. Dan is mijn iets wat verdediger antwoord, dan moeten we het nog actiever doen. Want ik heb echt het Red Team, Maurice de Hond, andere voorbeelden in tal van interviews genoemd als dat ik vind dat die ruimte er moet zijn. En ik kan ook niet, wij ook mevrouw Van der Plas en wij samen niet, helemaal voorkomen dat het dan toch andere groepen in de samenleving zullen zeggen, oh dat is een wappie. Maar dan moeten wij er staan en zeggen, luister, nou hou je mond. Ik ben het niet eens met die man, maar hij heeft het volste recht om dit te zeggen. En dat is goed voor de discussie, dat hoort bij een open liberale samenleving. Dat hoort bij Popper, waarvan overigens de mooiste zin is, optimism is a moral duty. En die had ik nog niet gehoord.